Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. Dat moet toch een heel bijzonder gezicht zijn geweest, als je zo het verhaal kunt volgen. Jezus komt uit Bethanië, dat is ten oosten van Jeruzalem. En dan volgt hij de weg naar Jeruzalem en komt dan over de Olijfberg heen. Dus een tijd lang zien ze met z'n allen Jeruzalem niet eens liggen. En dan klimmen ze zo de Olijfberg op. En op een bepaald moment ligt daar voor hen Jeruzalem. Ze zien daar de poort die naar de tempel leidt en iets verderop de schaapspoort die naar de paleis van Pilatus leidt. Die zien ze in de verte al liggen. En zo aan de noordoostelijke kant van Jeruzalem lopen ze in de richting van de tempel. Kijk, en daar gebeurt het allemaal. Want er staat wel braaf boven intocht in Jeruzalem, maar feestelijke gebeurt allemaal buiten Jeruzalem, gebeurt op die helling van de Olijfberg in de richting van Jeruzalem. In Bethanië weten ze wie Jezus is, want daar heeft hij Lazarus uit de doden opgewekt. Grote groep mensen gaat met hem mee en verwacht dat het nu eindelijk gebeuren zal. En een andere groep feestgangers, want het is Pasen, andere groep feestgangers komt uit Jeruzalem hem tegemoet, ziet hem neerdalen vanaf de Olijfberg. En die voegt zich bij die grote menigte. Ja, dat is natuurlijk wel een prachtig gezicht. Het lijkt er dan heel even op dat de zending van Jezus succes heeft. En dat heel Jeruzalem zal uitlopen om haar koning te verwelkomen. En dan zullen toch al die prachtige profetieën, zoals we die gelezen hebben in Jesaja 62, allemaal in vervulling gaan. Dan zal toch de hele wereld weer weten dat Gods woord heeft gesproken tot Israël en dat in Jeruzalem recht wordt gesproken naar Gods hart. De gerechtigheid van Jeruzalem zal bekend zijn onder de volkeren. Dan zal toch elk spoor van vreemde overheersing wegvallen. De Romeinen zullen toch buigen voor deze goddelijke heerser en ze zullen wegtrekken. Dan zal er geen geweld meer zijn in heel Israël niet. En alle volkeren zullen hun wapens omsmeden tot ploegscharen. En heel de wereld zal vrede kennen. Dat is de belofte die God aan deze mens heeft verbonden. En nu gaat het toch gebeuren, denkt de menigte uit Bethanië, want hij is het toch. Hij heeft toch Lazarus uit de doden teruggehaald. Hij moet het wel zijn. En de menigte uit Jeruzalem, die naar buiten stroomt om hem te zien, die heeft het gerucht gehoord en gaat daarop af. Het zal toch nu eindelijk gebeuren, want we wachten al zo lang. En eventjes lijkt het erop, eventjes is het groot feest. En mensen laten zien tegenover Jezus dat ze hem aanvaard hebben. De discipelen in de eerste plaats, door hun gehoorzaamheid. Ga een ezeltje halen en ze doen het. En ze leggen hun kleren op de ezelin. Ze trekken hun bovenkleed uit, lopen eigenlijk in hun ondergoed daar rond. En dat moet je doen denken aan David die huppelde zonder bovenkleed voor de ark toen hij hem terughaalde. Dat oude verhaal, 2 Samuel 5 als u het weten wil. Prachtig, want daarmee geeft David aan, ik laat hier mijn eigen waardigheid vallen. Ik neem alle pracht en praal neem ik weg. Ik sta hier als het ware naakt voor mijn God. En zo geef ik hem eer. En zo doen deze mensen dat, die hun kleren uittrekken, eerst de discipelen en dan een deel van de menigte. Ze trekken hun kleren uit om de koning daar overheen te laten lopen, als een teken van hun onderwerping, van hun gehoorzaamheid, van hun liefde voor deze koning. Bovenop dat ezeltje zit dan Jezus. Herkenbaar als een profeet uit Galilea, niet gekleed in rijke kleding, niet omringd door gewapende wachters, niet op een paard hoog boven de menigte, maar op een ezeltje. Hij kan de mensen die langs de weg staan recht in het gezicht kijken. Zo hoog is zo'n ezel niet. En alle mensen moeten denken aan de profetie dat de koning komen zou vol gerechtigheid en vrede en zachtmoedig. Dit is een zachtmoedige koning. Niet één die komt heersen, niet één die komt verdrijven, niet één die angst komt aanjagen,
maar die zich komt uitleveren aan de instemming en de genade van de mensen. En een tijd lang is het feest, en een tijd lang vinden de mensen dat prachtig. En ze halen olijftakken uit de olijfbomen die daaromheen staan, en ze leggen ook die op de weg. En zo leggen ze, letterlijk, een rode loper uit. De koning wordt daar ontvangen. Maar weet u, dat duurt tot aan de poort. Ik weet niet precies welke poort hij genomen zal hebben. Die poort in de tempelmuur, dat zou kunnen. Dat is een hele nauwe poort en je komt binnen en er is helemaal geen ruimte voor een menigte. Of de schaapspoort, wat noordelijker. Dan zou je wat meer omstanders kunnen verwachten. Die is breder en die geeft dan toegang tot een wijdere omgeving. Aan de linkerhand heb je dan de noordmuur van de tempel. Aan de rechterhand heb je dan de Burcht Antonia, waar de Romeinse soldaten zitten. Gaat hij daar doorheen? Het zou kunnen. Dan heeft hij een merkwaardige omweg gelopen, maar het zou kunnen. Hoe dan ook, zodra hij binnenkomt, is het gedaan met het zingen. Is het gedaan met het feest. Liggen er geen kleren meer op de grond. Worden er geen palmtakken meer neergelegd. Jeruzalem ontvangt zijn koning met argwaan en met misprijzen. En wat zeggen ze? De hele stad komt in rep en roer. Ze hebben het wel gehoord, het roepen daar buiten de poort. Ze hebben het wel gezien, dat er mensen zijn die zich feestelijk hebben aangekleed, of juist feestelijk hebben uitgekleed. In rep en roer raken ze. Wat is hier gaande? En de menigte zegt, dit is de profeet. Niet zomaar een profeet, de profeet. De profeet die na Mozes zou komen, waar ze allemaal van gedroomd hadden. Dit is de profeet, Jezus. Maar dan voegen ze er meteen aan toe, ja, hij komt uit Nazareth. Hij komt uit Galilea. Ze zeggen niet, hij komt uit de koningsstad Bethlehem. Ze zeggen niet, dit is de Messias, dit is de zoon van David. Ze zeggen het al een toontje lager. Ze hebben net gezongen, Hosanna, de zoon van David. En nu zeggen ze, de profeet Jezus uit Nazareth in Galilea. Beetje bedremmeld is die menigte geworden. Ze getuigen niet meer zo luid en duidelijk over wie deze Jezus is. En Jeruzalem zakt in. Jezus ging de tempel binnen en dat doet hij dan in zijn eentje. Er is niemand meer bij. De discipelen zijn nergens meer te vinden. De menigte is opgehouden met zingen. Er is geen triomfantelijke intocht in Jeruzalem. Er is alleen een triomfantelijke nadering van Jeruzalem. Intocht, dat doet Jezus in zijn eentje. Naar binnen gaan in de tempel om daar zijn koninklijke rechten uit te oefenen. Dat is het verhaal van de zuivering van de tempel. Weet u wel dat die tafels van de geldwisselaars worden omgekeerd. Het feest duurt dus maar heel kort. Het feest duurt net zo lang als nodig is om van de Olijfberg af naar beneden te dalen en de poorten van Jeruzalem te bereiken. Hoe lang zal dat geweest zijn? Half uur? Half uur lopen. Half uur lopen onder het gezang van de menigte. Een half uur lopen over kleren die men heeft neergelegd en palmtakken. Een half uur. Dat is de triomf van Jezus in deze wereld. Een half uur dat scharen die van hem weten en die over hem gehoord hebben menen dat dit waarachtig de zoon van David en de Messias is. En als de hemelen hem zullen herkennen, Hosanna in de hoogste hemelen, als God zelf deze mens heeft gezonden, als hij het middel is waarmee God zijn vrederijk zal beginnen, dan zal toch Jeruzalem wel moeten volgen. Had God geen wachters in die stad aangesteld? Wakers op de muren, stond er in Jesaja 62. En die zouden niet zwijgen over deze God. Dag en nacht zouden ze over hem spreken en vertellen aan Jeruzalem, uw koning komt, God brengt een wending in de geschiedenis, hij zal het doen. Hebben die wachters niet meer gesproken? Hebben ze toch maar gezwegen? Jeruzalem, hoe het ook zij en hoe het ook loopt, kan geen Messias aanvaarden die uit Nazareth in Galilea komt. Die verachte provincie in het noorden, waar toch niets goeds uit voort kan komen. Ze hebben hem niet herkend als die profeet die na Mozes zou opstaan
om het volk Gods woord te geven. Ze hebben niet gezien dat hij de hoge priester was die zijn leven kwam geven om de zonde van het volk te dragen. Ze hebben hem niet gezien als de koning die vrede zou brengen en gerechtigheid over heel de wereld. De stad is alleen maar in rep en roer. Weten de Romeinen hiervan? Wat zullen de Romeinen doen als ze hem zien binnengaan? Komt hij misschien hier alles tot een revolutie brengen? Komt hij het volk in opstand brengen? Hebben de Romeinen gedacht? Die hebben misschien toegekeken vanaf die burcht Antonia. Misschien is daar Jezus wel langsgelopen en de menigte achter hem aan. Dan hebben ze gedacht, weer zo'n opstand. Weer een relletje dat we straks met geweld moeten neerslaan. De hele stad is in rep en roer. Wie is dit toch? Van het antwoord hangt alles af. Want dat antwoord hangt af waar je bent in Jeruzalem. Als deze Jezus voor het Sanhedrin wordt gebracht. Als hij wordt veroordeeld. Als hij bij Pontius Pilatus terechtkomt. Als hij sterft aan het kruis. En als hij wordt begraven. Van dat antwoord hangt alles af. Zeg je dan nog, Hosanna, de zoon van David? Roep je dan nog, gezegend hij die komt in de naam van de Heer? Waar zijn we dan? Waar zijn we dan als het misgaat? Als de menigte ophoudt met schreeuwen? Als Jezus gevangen wordt genomen? Als hij eenzaam door die stad heen gaat? En niet als haar koning wordt verwelkomd? Wie zijn wij dan? Merendeel van de scharen spreidden hun kleren op de weg. Ze legden alles af wat hun waardigheid gaf en wat hun aanzien gaf in de ogen van andere mensen. Is niet meer belangrijk, want de Messias is gekomen. Andere orde is er nu. Het gaat niet meer om wie de belangrijkste en de machtigste is. Het gaat om de nederigheid van een hart dat God zoekt en de naaste wil dienen. Daar gaat het om. Je bovenkleed af om dat te laten zien. Dat zijn de mensen die zich daarmee verklaren een discipel te zijn, een leerling, een volgeling van deze koning, die bij hem willen horen. En wat hebben ze gedaan? Als Jezus de tempel ingaat, ze zijn opgehouden met zingen en spreken. Houd gewoon op. Er komt geen geluid meer uit hun keel. Wat hebben ze gezien toen ze Jeruzalem binnengingen? De tempel en de hoge priester en de priesterlijke wacht die daar klaar stond en de Romeinse soldaten die op wacht stonden bij elke poort. En de moed zinkt hun in de schoenen. Zoveel overmacht, zoveel vanzelfsprekende overmacht van een godsdienst die toch nog heerste en sterk was in Israël. En van een Romeinse bezettingsmacht die onoverwinnelijk leek. Die zo wreed was als maar mogelijk, waarvoor iedereen angst had. En dan word je stil. Dan roep je niet meer voor een zachtmoedige koning die misschien gerechtigheid en vrede brengt. Dan staat Jezus in één keer alleen. Iedereen verlaat hem meteen hier al. Waar staan wij als Jezus Jeruzalem binnengaat? Leggen wij de dagen die nu komen onze kleren op de weg van deze Godzoon? Durven we dat? Durven we datgene waaraan wij hechten en wat ons tot een mens van aanzien maakt en belangrijk maakt, durven we dat tegenover hem prijs te geven? Durven we te doen wat David deed? U kent dat verhaal toch ongetwijfeld? Dat hij zijn bovenkleed uittrok en dan huppelde voor het aangezicht van de Heer. En Michal, zijn vrouw, staat in de verte te kijken. Die ziet David daar huppelen in zijn onderkleding. En die vindt dat geen gedrag een koning waardig. David doet dat omdat de ark er weer is. Gods aanwezigheid bij zijn volk is weer in dat symbool aanwezig. De ark is er weer. En Michal zegt, je bent nou geen koning. Je bent erger dan je ergste slaven en je laagste slaven. Wat heb jij je aangesteld, zeg? En dan geeft David het antwoord. Ja, maar ik danste voor de eer van de Heer. En wat jij daarvan vindt, daar heb ik niets mee te maken, kort samengevat. Dat is een getuigenis van David over wat belangrijk is in zijn leven, wat bovenop komt, wat helemaal bovenaan staat. De eer van de Heer, want die zal het doen en die zal het schenken.
En zijn genade en zijn vrede en de rijkdom aan liefde die hij tonen wil. Daar draait het om in het leven. Dan kan al het andere wegvallen. Laat dan je bovenkleed maar vallen. En Michael zegt, tut. Zo kan dat toch niet? Zo hebben hier die mensen gedacht. Ze hebben hun kleren nog niet op de grond gegooid of ze beginnen al bedremmeld te raken. En ongetwijfeld zijn velen teruggehold om gauw hun mantel weer op te pakken. En anderen hebben hun palmtakken waarmee ze rondgelopen hebben ze maar gauw weer op de grond gegooid. Weg, dat niemand kon zien in Jeruzalem dat ze deze Jezus wilden volgen. Het komt uiteindelijk allemaal aan op ons vermogen deze Jezus te belijden. Om vast te houden aan het geloof dat Hij het is. In moeilijke tijden, als mensen spotten over Hem, als het niet meer in de mode is om christen te zijn, als de navolging van Jezus een prijs kent, daar komt het op aan. Het komt erop aan om niet bij de poort van Jeruzalem te blijven staan en Jezus dan maar achter te laten of alleen te laten gaan. Het komt erop aan om mee te gaan en dan nog eens een keer Hosanna, de zoon van David, te durven roepen. Het is veilig hier. Het is veilig om het hier te zingen. Het is veilig om hier te zeggen dat wij Jezus volgen. Maar het wordt pas moeilijk, dat kost ons misschien iets, als we het daar proberen te doen. Buiten deze muren. Dan kan dat wat kosten. Dat je een andere weg moet gaan dan andere mensen in deze wereld. Dat je niet dezelfde waarden en normen kunt delen die voor anderen zo vanzelfsprekend zijn. Dat je met vreemdelingen en buitenstaanders in deze wereld anders omgaat. Dat je met zwakken en weduwen en wezen anders wil omgaan dan deze wereld normaal vindt. Dat je met armen anders moet omgaan dan deze wereld normaal vindt. Dan gaat het je kosten. Dan gaat het je kosten om deze Jezus te dienen en te volgen. Dan nog Hosanna roepen. Dan nog durven roepen. Als het er echt op aankomt. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend in de allerhoogste hemelen. Kijk, dat is navolging. Hier kost het ons niets. Hier vindt niemand het erg. Hier zitten we niemand dwars als we Hosanna roepen. We roepen maar. Laat die mensen maar roepen. Zolang ze dat maar doen binnen de vier veilige muren van de kerk. Als ze ons maar niet lastigvallen met hun verhalen over een bergrede en een zachtmoedige koning enzovoort enzovoort. Zolang ze buiten die muren maar gewoon gehoorzaam zijn en zich schikken en zich voegen in wat vanzelfsprekend is. En gewoon meedoen en niet al te druk zich maken en niet al te kritisch zijn. Oh, dan zijn we prachtig. Dan mogen we van harte meedoen. Maar als we daar buiten deze koning willen dienen, als we in Jeruzalem willen roepen, Hosanna, de zoon van David, waar de soldaten van Rome staan en waar de priesters van de tempel klaarstaan, waar die kritisch naar ons kijken. Kijk, dan betekent het wat. Dan heeft het waarde. En dan wordt een stukje van Gods koninkrijk zichtbaar. Als wij het durven roepen. Wie met zijn mond belijdt dat Jezus de Heer is, en met zijn hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, die zal behouden worden, schrijft Paulus in Romeinen 8. Daar draait het om. Niet alleen maar met het hart wat geloven, niet alleen maar stilletjes voor jezelf of met elkaar delen dat je iets gelooft, maar het hart op durven zeggen. Het durven zeggen tegen een wereld die steeds maar weer een verkeerde kant wil opgaan. Die niet omgaat met armen zoals het hoort en zoals God het van ons gevraagd heeft. Die niet omgaat met vreemdelingen zoals God het van ons gevraagd heeft. Zit in een samenleving die in ernstige mate in strijd leeft met Gods wet en Gods bedoeling voor de mensen. Kijk, dan is het nodig dat er mensen zijn die buiten de vier muren van deze kerk durven roepen, Hosanna, wij verwachten de redding van deze Heer. Wij verwachten de redding van zijn woord, van zijn genade. En niet van menselijk recht en van menselijk geweld. Hosanna, de zoon van David, gezegend Hij die komt in de naam des Heren. Laten we samen bidden.
Heer onze God, geef ons de kracht om de naam van uw Zoon Jezus Christus ook te belijden buiten de vier muren van de kerk. Om te getuigen van uw genadige en bevrijdende wil, zoals die uit uw woord tot ons spreekt. Om ook mensen in deze wereld aan te spreken op uw grote scheppingsplan. Dat uw verlangen is dat wij uiteindelijk zullen samenleven in dat ene rijk van vrede en genade, zonder de grenzen van nationaliteiten, zonder het geweld dat mensen uiteendrijft en mensen onderdrukt, met aandacht en zorg voor zwakkeren en voor de vreemde die kwetsbaar is in ons midden. Heer, wilt u ons doordringen van dat inzicht en wilt u in deze wereld, misschien ook door ons heen, dat getuigenis van uw recht en van uw vrede overeind houden, zodat wij buiten deze muren leren zingen Hosanna, de Zoon van David. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Want u bent het. U bent het en uw weg door deze wereld heen bracht die vrede. Die zal ooit zichtbaar zijn op heel deze wereld. Maar u hebt haar al gesticht. Uw koninkrijk is er nu al. Leer ons leven als uw onderdanen. Om Jezus wil. Amen.